Nee, Hartedief is niet mijn eerste liedje. Eigenlijk mijn eerste liedje was gewoon dat van I See the Light en dat was in, wacht hè, 1998. Ik weet dat niet gewoon. Dus ik was toen verliefd op een leuke jongen, zou ik maar zeggen. Zoals dat elk meisje toen verliefd is. Maar ik ben eigenlijk de tekst gewoon beginnen schrijven, eigenlijk in stukken. Dus als ik ging slapen of zo, dan kwam er iets in me op van, tja, dat is ook nog wel leuk. En dan schrijf ik dat ook op. Maar dat kan zijn dat ik dan de dag daarna nog aan iets opkomt en dat ik het dan ook opschrijf. Dan zo, dus ben ik eigenlijk met een tekst beginnen te maken voor deze nummertje. Dan heeft de studioopname waar ik toen in zat, heeft dat nummertje gemaakt op de tekst dat ik geschreven heb. En dit is dan het resultaat. Deze nacht, ik ging kijken naar de ster. Wat kijk jij me aan, hartedief. Voor wie was het nummer toen geschreven? Ik ga geen namen noemen. Ik denk altijd maar aan jou. En kijk je naar mij als ik sta te zingen. Het is dat gevoel, het gaat niet meer weg. Nee, de clip is niet meteen gemaakt. De clip is eigenlijk pas na mijn Big Brother avontuur gekomen. En je zegt ik wil jou nooit meer kwijt. Je raakt me aan. Ja, ik heb een DVD waar dan mijn clip op staat en ik heb hem trouwens ook bij. En kijk, zien jullie het? Ja, hier ben ik dus. Dus mijn clipje is hier op te vinden. Hey, wat wil je van mij? Wat wil je doen? Je zegt ik hou van jou, mijn lief hartedief. Hey, wat wil je van mij? Waarom heb ik dat liedje gekozen voor die clip? Ik heb dat liedje eigenlijk gekozen voor deze clip omdat het moest een Nederlandstalig liedje zijn. Dus het mocht geen Engelstalig liedje zijn. Je moet ook weten dat mijn liedje Hartedief heeft 24 weken op een nummer 1 gestaan bij Radio Pros. Waarom zou ik dat liedje dan ook niet gebruiken voor in de clip? Dus ja. Goh, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht of dat er nog clips gaan gemaakt worden. Al ja, dus dat weet ik nog niet. Dat valt er eigenlijk allemaal af te wachten. Weet je, ik heb het momenteel ook heel druk. Ook met andere dingen, niet alleen op vlak van muziek, maar ook op het vlak van televisie. Ik speel ook bijrollen, zo in verschillende tv-reeksen. Ik speel ook figurantenrollen. Dus weet je, ik heb het ook heel druk. Maar ik ben er zeker van dat de mensen me nog zeker zullen horen voor een nieuwe clip, hoor. En kijk je naar mij als ik sta te zingen. Het is opgevoed, gaat niet meer weg. Dus ik heb een full CD van mezelf. Er zeven nummertjes op staan. Nederlandstalig, Engelstalig en er is één nummertje dat Italiaans. Mijn full CD gaat van popmuziek naar dancemuziek, van dancemuziek naar een hele goede slow. Dit is eigenlijk muziek voor jong en oud. Dus zeker kopen. En je zegt ik wil je nooit meer kwijt. Je raakt me aan. Ah, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk heel simpel. Ze hoeven mij eigenlijk maar gewoon een mailtje te sturen naar info.katja@telenet.be. Zo gaat de werking. Of ik zou ook zeggen, ga een keer naar mijn website en dan moet je zeker eens naar naar een optreden van mij komen. Daar heb ik meestal altijd mijn dvd's bij, ook mijn fotokaarten en zo, dus ze kunnen ook een handtekening krijgen. Hey, wat wil je van mij? Wat wil je doen? Je zegt ik hou van jou. Of ik nog iets kwijt wil aan de kijkers. Doe gewoon uw eigen ding. Doe wat dat je graag doet. Volg gewoon uw eigen hart en je komt er wel. Hey, wat wil je van mij? Wat wil je doen? Je zegt ik hou van jou, mijn lief hartedief.
Wil je van mij? Wat wil je dan?